Volgens Samsom klopt het sommetje als we de bomen laten groeien en maar een deel van het resthout gebruiken voor biomassa. Maar volgens hoogleraar energietechnologie David Smulders is er van zo lang zal zijn leven niet genoeg resthout en zal er dus voorlopig gekapt moeten blijven worden als biomassa duurzaam blijft volgens de EU. En klimaatneutraal is dat dus allerminst. David Smulders, hoogleraar energietechnologie hier op de TU in Eindhoven. Nou, we staan hier in uw walhalla, hè, want hier worden alle onderzoeken gedaan. Onder andere windenergie, hoe dat omgezet wordt in waterstof en allemaal ingewikkelde toestanden. Ik krijg eventjes een privécollege hier. Ik hoor de hele tijd als het over de biomassa gaat, dan gaat het over de rekensommetjes. Hè. Een boom stoot CO2 uit als die wordt verbrand, maar neemt zijn hele leven ook op. Dat zou dan gelijk zijn. Hoe is het rekenmodel volgens u? Nou ja, het klopt wel, maar er zit een hele tijdspanne tussen. En dat kunnen we hier zien. Als we dus kijken naar de tijd in jaren, van 0 tot 50 jaar hier, in dit voorbeeld. En hier, in deze richting, daar staat de hoeveelheid koolstof die een boom opneemt. Ja. Eén boom. Dus die 50, dat is zijn levensjaar, zou ik maar zeggen. Hier, dit is zou zijn levensjaar zijn. Ja. En dit is de hoeveelheid koolstof die gedurende zijn leven kan opslaan. Dit wil je natuurlijk zo hoog mogelijk hebben. Want hoe meer er opgeslagen is, hoe minder dat er in de atmosfeer aanwezig is. Ja. Nou, hier zie je dus een lijn van een boom die steeds groter wordt. Je ziet hier, die boom is aan het groeien. Ja. Dat zijn die groene takjes hier. Op een gegeven moment wordt die boom gekapt. Nou, dat betekent dus dat hij nul CO2 meer kan opnemen. Want dat gaat allemaal in de biomassacentrale. Ja, en dat is in dit voorbeeld na 20 jaar. Ja, na 20 jaar. Als we nu niets hadden gedaan, dus we hadden die boom laten staan, wat we natuurlijk allemaal graag willen, dan zie je dat blauwe lijntje. Ja. Dat betekent dat hij natuurlijk steeds meer CO2 gaat opslaan. Want hij blijft leven en zolang hij leeft, slaat hij CO2 op. Op een gegeven moment gaat hij natuurlijk vanzelf dood. Dat zie je dus hier op dat hoogste punt. Maar ook als hij dood is, houdt hij nog CO2 vast. Ja, ja. Want dode bomen zijn ook ongelooflijk belangrijk in een natuurlijke bosomgeving. Die houden ook CO2 vast. Dus je ziet dat dat maar heel langzaam weer vrijkomt tot na 50 jaar eigenlijk die cyclus van een natuurlijke boom, leven en sterven, is gesloten. Dan ben je weer terug bij nul. Als je dat nou gaat kappen, dan zie je die bruine lijn, die rode lijn, dan zie je dus dat hier eigenlijk alles al gelijk stopt, hè? Gelijk naar gelijk nul stopt, gaat. Precies. Ja. En je plant weliswaar een nieuwe boom. Dat doe je hier. Je ziet hier die kleine boompjes weer komen. Ja. Maar dat betekent natuurlijk wel dat het verschil tussen die blauwe en die rode lijn is natuurlijk wel een enorme aantal jaren dat die CO2 dus niet opgenomen is en dus in de atmosfeer zit. En dat zien we dus hier. Ik noem dat altijd koolstofschuld, carbon debt. En je ziet dus hier die boom, die wordt gekapt. En je ziet ineens die enorme piek van die uitstoot. Dat zijn die rode lijnen hier, over de jaren heen. En pas na, wat is het, 50, 60, 70, 80 jaar, dan zie je dat die koolstof weer wordt opgenomen. Dus hier neem je als het ware een klimaathypotheek, noem ik dat altijd. Je neemt een schuld, want je zegt van ik stoot hem nu maar vast uit, in de verwachting dat ik dat straks in de toekomst weer langzaam ga afbetalen. Het is een voorbeeld voor één boom. Als je het over 3 miljard bomen hebt en je kijkt naar de hoeveelheid snoeiafval die daarvan afkomt, dan zou dat voor heel Europa omgerekend ongeveer neerkomen op 10 biomassacentrales. Er staan er nu in Nederland alleen al 219. Zo, maar u zegt die 3 miljard bomen, daarvan zegt u dat is maar goed voor 10 energiecentrales. Precies. Voor 10 biomassacentrales. Als je zegt, ik beperk me tot snoeiafval. Ja, want dat zegt Samsom. Samsom zegt, je moet daar precies maar een gedeelte van afhalen. Dan heb je er dus maar 10 voor heel Europa heb je daarvoor beschikbaar. En in Nederland misschien 1. Maar het is natuurlijk snoeihout, dat zegt hij volgens mij ook. Snoeihout kun je natuurlijk niet gebruiken om een deur te maken. Dus dat betekent, daar heb je hele boomstammen voor nodig. Dus de cascadering betekent, ik ga die hele boomstammen niet in de oven kieperen. Ja. Want het is natuurlijk zonde. Ja. Ik ga daar deuren en huizen en plankjes en tafels en stoelen van maken. Ja. En pas na honderden jaren, als dat hout niet meer bruikbaar is, zelfs als papier niet meer, dan ga ik dat pas in een centrale mikken. Dat moet het systeem zijn, volgens Samsom. Dat wordt als het systeem. Dus dat betekent ook, als je dat allemaal doorrekent, hoeveel zou je het dan in Europa hebben? Misschien 100 biomassacentrales, orde van grootte of zoiets. Maar goed, dat is misschien iets. En misschien is dat ook wel, want Samsom zegt ook niet. Kijk, hij zegt in ieder geval, we moeten er niet helemaal van af. Ja. Dat kan niet. Ja, ja. Maar hij zegt, we moeten er ook misschien niet zoveel hebben als dat we er nu hebben. Ja, dus klopt. Moeten we dat beter reguleren. Ja. Als hij dat op die manier doet en hij zegt, het moeten er gewoon wat minder worden,
Dat doen we dan vooral van het resthout. Is het dan wel houdbaar? Nou ja, ik denk dus inderdaad, als je naar die cascatering toe gaat, dat betekent dus dat je nu onmiddellijk moet stoppen met het verbranden van hout in de Nederlandse centrales. Ja. Want dat is gewoon niet te rendabel. Als je dus kijkt, we hebben er nu 219 staan, er staan er nog 153 in de planning. Dus we komen uiteindelijk uit op 372. Ja. Terwijl er in heel Europa 10 kunnen draaien op resthout. Als je zegt, oké, ik ga aan het einde van de keten, ga ik daar wat er dan uiteindelijk niet meer als planken en als deuren en als hout gebruikt kan worden, ik ga dat aan het einde van die levensduur wel benutten, dan is dat natuurlijk ook iets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Want uiteindelijk, als je de circulaire economie hebt, dan zou het idealiter betekenen dat er nooit meer iets uiteindelijk overblijft dat verbrand kan worden. Nou, dat zal niet realistisch zijn. Ik denk dat er altijd natuurlijk wel, ja, als je naar de timmerman gaat, dan heb je natuurlijk altijd wat reststukjes en plankjes die overblijven. Ja, dat is natuurlijk zonde om dat weg te gooien. Ja. Daar kun je dan in principe nog wel, daar kun je energie van maken. Dat kun je verbranden. Maar als je dus zegt van, daar gaan we onze toekomst op baseren, dat lijkt me niet realistisch, want dat zal steeds minder worden. Want we gaan toch naar een circulaire economie? Dus dat betekent dat er steeds minder afval komt. Je houdt steeds minder hout over wat je kunt verbranden. Precies. Dus dat betekent uiteindelijk zal die omvang van die biomassa-centrales, dat zullen er steeds minder worden. De komende 10 jaar zijn cruciaal, hè, als het gaat om om het klimaat en de energietransitie. Gaan we eigenlijk in die 10 jaar iets hebben aan de biomassa om dichter bij onze doelen te komen? De doelen voor de energietransitie? Ja. Nee, natuurlijk niet. Ik zeg, daar moeten we snel mogelijk mee stoppen. Want als we dus 100 jaar zouden hebben, ja, prima. Dan kunnen we op onze lauweren rusten en dan kunnen we kijken hoe dat het verder loopt. Maar die tijd hebben we niet. Die tijd hebben we niet. Dus dat betekent dat biomassa is geen oplossing voor de energietransitie. Heel simpel.